weten al een jaar of 15, 20 dat miskansen bestaat. Het is vooral bekend vanwege de vezel. Nou, die vezel is toepasbaar in verschillende sectoren, de bouwwereld, isolatie, maar ook voor papier en voor misschien wel verbranding van bepaalde producten. Ja, die stappen zijn bekend. En nu komt dan de vraag van wie wil daar mee verder gaan en wie wil daar in die sector iets mee gaan doen. We kijken nu met boeren naar pilots van in hoeverre kunnen boeren dit opnemen in een bouwplan. En hoe wij kunnen wij ze helpen om het saldo te verbeteren. En dan denken we met name aan carbon credits. Omdat ik al zojuist zeg, het gewas legt heel veel CO2 vast. Dus hoe mooi zou het zijn als daar ook een beloning voor komt. Dit zijn proefvelden. Dat is een proeftraject van de Europese Commissie. Hier proberen we allerlei nieuwe soorten uit. Dus dan maken we een kruisverweers nieuwe soorten miskantes. En vervolgens gaan we kijken wat we ervan kunnen maken. Dus of die goed is voor plastic, voor energie, voor beton. Dus we maken hier nieuwe plantensoorten en we koppelen dat aan nieuwe toepassingen. Dit is de biomassa en dit is de groene economie van de toekomst wat je hier ziet. Als wij met elkaar de schouders eronder zetten in Nederland en we maken het politiek en juridisch toegankelijk, dit soort gedachtes, dan kunnen we in 2028, dus met 5 jaar tijd, kunnen we de doelstelling van 2040 halen.